kijkers, welkom bij Z Insurance. Verzekeren betekent voorzieningen treffen voor onverwachte omstandigheden. En dat betekent ook wel eens stilstaan bij wat er gebeurt als u er niet meer zou zijn. Er zijn diverse vormen van overlijdensverzekeringen en ik praat er vandaag over met Erik van Brusselen van AG Insurance. Meneer van Brusselen, welkom. Ja, praten over een overlijden, over bij stilstaan, we doen het allemaal niet zo graag en toch wil u het belang van een overlijdensverzekering benadrukken. Inderdaad. Het valt mij telkens weer op dat we materiële zaken, zoals onze woning en onze auto, supergoed verzekeren. Maar de personen die ons het meest dierbaar zijn, onze partner en onze kinderen, die beschermen we veel te weinig. Nochtans kan een overlijden, bovenop de zware emotionele schok dat het met zich meebrengt, zware financiële gevolgen hebben voor de nabestaanden. Voor een bedrijfsleider kan een overlijden nog eens zware gevolgen hebben voor de waarde en de toekomst van zijn bedrijf. Toch stel ik vast dat overlijdensverzekeringen nog zo vaak onbekend blijven. En dus ook onbemind. Anderzijds hebben de meeste mensen wel een schuldsaldoverzekering die hun lening moet indekken tegen een overlijden. Dat is een goede zaak, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Maar een schuldsaldoverzekering wordt nog te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, dat nu eenmaal bij de lening hoort. En niet als een essentieel instrument om de financiële gemoedsrust van het gezin veilig te stellen. In de meeste gevallen volstaat eigenlijk een schuldsaldoverzekering niet om die gezinsleden optimaal te beschermen. Kan u dat dus uitleggen waarom een schuldsaldoverzekering alleen niet voldoende is? Een schuldsaldoverzekering is en blijft voor mij de basis. Maar wat gebeurt er met de levensstandaard van de nabestaanden als een kostwinner er niet meer is? Komen de studies van de kinderen niet in gevaar? Zit er een jaarlijkse vakantie nog in? Is er nog geld voor vrije tijd? Een avondje cinema, een avondje op restaurant? Is er nog geld voor de hobby's van de kinderen? Als men de rekening maakt, dan merkt men in veel gezinnen een zogenoemde protection gap. Ook al beschikken de mensen over wat spaargeld. U sprak daarnet al over de bedrijfsleiders. Bij hen is er natuurlijk naast het persoonlijke aspect ook het bedrijf. Wat is daar eigenlijk het risico? Door een overlijden van een bedrijfsleider kan het bedrijf in financiële moeilijkheden terechtkomen. De know-how van de bedrijfsleider en zijn commercieel netwerk vallen van de ene dag op de andere weg. Een consultant kan dit opvangen, maar dat kost uiteraard geld. De uitbetaling van een overlijdenskapitaal aan het bedrijf biedt het zuurstof om die moeilijke periode te overbruggen. Iets anders wat we zien is dat zo'n overlijdensverzekering soms gebruikt wordt in het kader van een successie. Waarom eigenlijk? Wat oudere mensen schenken nu al bij leven een deel van hun vermogen weg. Ze doen dit om de successierechten te optimaliseren. Bij zo'n schenking hebben we dan twee scenario's. Ofwel registreert men de schenking en dan betaalt men de verschuldigde schenkingsrechten. Ofwel doet men niets. En dan moet de schenker nog 3 jaar in leven blijven om te vermijden dat de erfgenamen hoge successierechten betalen op het geschonken bedrag. En wat kan een overlijdensverzekering dan concreet betekenen in zo'n geval? Een overlijdensverzekering kan hierbij helpen, want in de meeste gevallen is de premie van zulke verzekering lager dan de verschuldigde schenkingsrechten. En zo vermijdt men ook het risico dat de erfgenamen nog die hoge successierechten moeten betalen als de schenker overlijdt binnen de 3 jaar. Kortom, er zijn eigenlijk veel voordelen aan een overlijdensverzekering. Wat is eigenlijk uw advies? Mijn boodschap voor de kijker is om er even bij stil te staan om hun naasten en of hun bedrijf te verzekeren tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Meneer van Brusselen, bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week donderdag voor een nieuwe aflevering van Z Insurance.